180 afgestudeerden en 10.000 vierkante meter aan design. In de oude Campina-fabriek aan de Kanaaldijk Zuid is tijdens de Dutch Design Week de Graduation Show. Graduates van de Eindhovense Design Academy laten daar hun werk zien. We zien dat onze afgestudeerden heel erg bezig zijn met de wereld van morgen. Dat ze zich bekommeren over grondstoffen, maar ook nieuwe toepassingen bedenken. En ook gewoon maatschappelijke problemen aanpakken. En dat zie je terug in heel veel verschillende werken. Veel projecten richten zich dus op de toekomst. Hier hangt bijvoorbeeld kleding die beschermt tegen straling. Er zijn ook veel projecten die ingaan op de klimaatproblematiek. Maar als verslaggever van de Eindhovense Omroep werd mijn aandacht toch vooral getrokken door dit project over de stad. Aan de hand van de mening van 150 Eindhovenaren is de stad ingedeeld op basis van emotie. Nou, hier zie je bijvoorbeeld het Stadhuisplein, een plek waar heel veel deprimerende gevoelens zijn, maar waar ook iemand vrijheid voelt door de skaters die daar doen wat ze willen doen. Maar achter mij zie je bijvoorbeeld de TU, Technische Universiteit, waar heel veel energie is en ook heel veel trotse gevoelens. En bijvoorbeeld helemaal achter in de stad zie je Woensel. En in Woensel heb je twee gevoelens, namelijk verbinding, maar ook verdriet. Dus verbinding door heel veel culturen samen en verdriet door het missen van de traditionele cultuur. En zo heeft iedere Eindhovenaar bij een bepaalde plek een bepaald gevoel. Een alternatieve manier om een stad in te delen dus. Als je een uithoek van de stad een nieuwe energie wil geven, in plaats van daar gewoon een leuk restaurant neer te zetten of een cafeetje, ga je echt kijken welke emoties willen we daar creëren bij mensen. En door te begrijpen waar die emoties vandaan komen, kun je daar ook op inspelen met een nieuwe functie. Een ander project uit de regio is van Anne Kamps. Ze is geboren in Eindhoven en studeerde dus in haar eigen stad af aan de Design Academy. En het voelt een beetje als een warm bad met allerlei mensen, allerlei verschillende mensen die het heel leuk vinden om te zien wat ik heb gemaakt en heel lovend zijn over mijn werk. Anne bedacht fantasiedieren zoals een werveloos varken en de vleesloze melkgeit. Haar werk zoomt in op de vleesindustrie. Het is geen pakket wat zegt, oh, dit zou helpen om het wereldvoedselprobleem op te lossen. Maar juist een handvat om het gesprek te hebben. En het liefst dan aan de keukentafel met je kind over wat vind je zelf. Want ik denk dat het belangrijk is om als consument te beseffen dat je best wel een bepaalde macht hebt die je kan uitoefenen in de supermarkt met de keuzes die je maakt daar. Het werk van Anne valt in de categorie sociaal design. Dat geldt niet voor het werk van Malou Kremers. In tegenstelling tot veel abstracte werken is haar slaapstoel precies wat het is. Ik heb een stoel gemaakt die je kunt uitklappen tot een bed. In een hele simpele stap eigenlijk. Waarom wilde je dat maken? Ik ben vrij nuchter van mezelf en ik vond het gewoon fijn om iets te maken wat ik zelf ook gewoon meteen snap en wat iedereen meteen snapt. Dat je gewoon gelijk ziet dat het een gebruiksvoorwerp is en het nodigt ook heel erg uit om het aan te raken en gelijk iets mee te willen doen en iedereen wil er eigenlijk ook gelijk op zitten. Dus het is nog niet helemaal de bedoeling, want het is nog gewoon een prototype, maar het zou eigenlijk wel moeten kunnen. Uiteindelijk moet dit product binnenkort gewoon te koop zijn in de winkel. En na 9 dagen Dutch Design Week kan Malou op haar eigen stoel ook een welverdiend dutje doen.